Hallo, mijn naam is Gabi Balkema. Ik ben makelaar taxateur en begeleid particulieren bij de aan- of verkoop van hun woning. Het afgelopen jaar zijn er ruim 185.000 woningen verkocht. Ruim 75% daarvan, dus zo'n 140.000 woningen, zijn gekocht zonder een specialist erbij te raadplegen. En dat terwijl mensen hun onderzoeksplicht hebben en dat is niet mis. Waarom doen mensen dat? Waarom doen mensen zulke belangrijke beslissingen nemen zonder een specialist in de arm te nemen? Ze nemen nogal een risico. Hè. Ze hebben een onderzoeksplicht en de schade kan gewoon enorm zijn op het moment dat je een verkeerde aanschaf doet. Kopen ze een auto, dan gaat de auto op de brug, wordt het ANWB-rapport bekeken en gaan ze een APK-rapport bestuderen. Maar kopen ze een huis van zeg 3 ton, ja, dan is zo'n beslissing zo genomen. En zeker in een overspannen markt als de Amsterdamse, Groningen, Leiden. Het moet allemaal binnen 24 uur zonder voorbehouden, ja, en het wordt zo heel erg snel gedaan. In mijn boek gaat het over stap voor stap je voorbereiden op je eigen huis. Waar moet je op letten? Wat betekent termen als schriftelijkheidsvereisten? Wat is de bedenktijd? Maar ook hoe werkt een onderhandelingsstrategie? Ga voorbereid op pad. Lees dit boekje. En misschien kom je tot de conclusie dat je een specialist nodig hebt. En dan kun je alsnog naar een makelaar gaan. Dit is mijn boek. Huiskopen, zo gedaan. Veel leesplezier.